Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog zijn hoofd en hij gaf de geest. We staan vanavond stil bij die laatste woorden van de Heer Jezus hier op aarde. Het is volbracht. Het zijn de woorden die een schrijver in de mond zou kunnen nemen als hij zijn manuscript aflevert bij de uitgever. Of een schuldeiser richting iemand die zijn schuld eindelijk volledig heeft afbetaald. Het is volbracht. Wij gebruiken in onze Bijbel die drie woorden, het is volbracht. Maar in het Grieks, in de originele talen, staat er slechts één woord geschreven. Tetelestai. En dit woord heeft inderdaad de betekenis van een taak volbrengen. Een opdracht krijgen van hoger hand en die compleet en totaal ten uitvoer brengen. Jezus besefte op dat moment aan het kruis dat zijn kruisdood precies in het script paste dat God aan het schrijven was. Het is niet het einde van Gods boek. Maar daar op het kruis stond dit hoofdstuk op het punt om afgesloten te worden. Als iemand tegen mij zou zeggen, Kees, het is volbracht, dan zou ik hem een heel logische wedervraag stellen. Vriend, wat is er dan volbracht? Wat is dan tot een einde gekomen? Wat heb je dan afgemaakt? In de kruisdood van Jezus komen ten eerste al die schaduwen uit het Oude Testament tot hun definitieve vervulling. Eeuwenlang was er al uitgekeken naar de ware vervulling van al die beelden, van al die verhalen, van al die geschiedenissen, van al die symboliek. Het volk wist en het volk keek uit naar die dag dat er iemand zou komen die de zonden niet alleen zou bedekken, zoals het bloed van geiten en bokken en lammeren dat kon doen, maar dat er iemand zou komen die het ook helemaal zou wegnemen. De zonden zouden niet langer onder het vloerkleed van dierenbloed worden geschoven, maar het vloerkleed zou met al die vuiligheid eronder voor eens en voor altijd worden weggedragen. Buiten het kamp, buiten de poort, buiten de legerplaats. En op dat woordje buiten kom ik straks nog iets uitvoeriger terug. Maar eerst wil ik een paar schaduwen vanuit het Oude Testament noemen, die volbracht zijn in de kruisdood van de Heer Jezus. Ik begin bij het ritueel dat we in Leviticus 16 tegenkomen. Namelijk het wegzenden van de zondebok. De zondebok die buiten het kamp, buiten de poort, buiten het volk, buiten de legerplaats gezonden werd. We lezen in Leviticus 16 over de hoge priester Aaron, die op de grote verzoendag twee bokken moest nemen en toen het lot moest werpen. De ene bok zou geslacht worden voor de zonden van het volk. En met dat bloed werd het heiligdom gereinigd. Daarna moest de nog levende bok voor het aangezicht van God gebracht worden. En Aaron moest zijn handen op die bok leggen. En terwijl hij dat deed, moest hij luidop de zonden van Israël van het volk belijden. Hun overtredingen, hun ongerechtigheden. Hij moest ze uitspreken met zijn handen op die bok. En dan moest deze bok, beladen met de zonden van de mens, buiten de legerplaats de woestijn ingestuurd worden, dragende de zonden van het volk, zodat het volk weer recht voor God zou kunnen staan. Het eerste beeld wat in vervulling komt, is het beeld van de zondebok. Ten tweede is daar het beeld van het paaschalam. Al eeuwenlang voor de kruisdood van de Heer Jezus werd er jaarlijks een perfect mannelijk lam geofferd, zonder gebrek, voor de zonde van de mensen. En in Egypte werd het bloed van dit lam aan de deurposten gesmeerd, zodat de engel des doods het huis voorbij zou gaan. De overblijfselen van deze offerdieren, van deze lammeren, van deze bokken, van deze geiten, werden buiten de legerplaats verbrand. Een derde
type die tot vervulling komt in de kruisdood van Christus is het offeren van Isaak. Isaak, de zoon van de belofte, de geliefde zoon van zijn vader, die meegenomen wordt buiten de legerplaats op een berg om daar geofferd te worden door zijn vader. Al voorzag God in een andere ram. Alle drie, en er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar alle drie zijn ze volbracht in Christus sterven buiten Jeruzalem. Buiten de poort en buiten de legerplaats. De Heer Jezus werd de ware zondebok die de zonden van de mensen wegneemt. Hij werd het ware paaslam, wiens bloed ervoor zorgt dat wij de tweede dood niet hoeven smaken. Hij is de zoon van de belofte, die gehoorzaam meeging met zijn vader de berg op. Skull Mountain, Golgotha. Jezus wordt daar op dat moment wat jij en ik verdienden. Wij hadden daar moeten hangen. Dat was ons verdiende loon. Wij hadden dat verdiend. Maar in plaats daarvan hing hij daar als een perfect offer om jou en mij te vergeven. Want al zo lief had God de wereld. Laten we eens voor een korte tijd focussen op de plek waar Jezus werd geofferd. Buiten de poorten van Jeruzalem, buiten de legerplaats, buiten het kamp, buiten het volk. Want wanneer wij daarop gaan focussen, dan wordt het nog duidelijker wie hij is en wie wij zijn. Ik zal u schetsen wat er in die tijd zoal gebeurde buiten de legerplaats. Zodat je nog beter begrijpt wat Christus voor ons heeft gedaan. Ten eerste, buiten de legerplaats, daar woonden de vreemdelingen. Zij die niet tot het volk en niet tot het verbond behoorden. Buiten de legerplaats verbleven ook de melaatsen, de zieken. En zij werden van vele voorrechten uitgesloten. Buiten diezelfde legerplaats werden executies uitgevoerd. Daar werden de overspeligen, de sabbatschenders, de afgodendienaars, de moordenaars terechtgesteld door middel van steniging. En buiten de legerplaats werden ook de lichamen van beesten waar het bloed werd gebruikt om de heilige plaats te reinigen, verbrand op de vuilnishoop. Als je deze vier dingen in ogenschouw neemt, dan zie je dat het een verschrikkelijke plek is, daar buiten die legerplaats. Elke dag hing er een gruwelijke stank. Dit was een plek om te vermijden. Een plek voor vreemdelingen, voor melaatsen, voor misdadigers en voor karkassen. De naam Golgotha betekent dat ook, hoofdschedelplaats. Wij moeten beseffen, lieve mensen, dat dit onze plek was. Deze plek was voor ons bestemd. Daar lag ons verdiende loon. Maar God zij gedankt. Christus heeft die plaats voor ons ingenomen. En nu we beseffen wat een vreselijke plek dit is, beseffen we ook des te meer hoeveel er is volbracht aan het kruis op Golgotha. Daar werden niet wij, maar daar werd hij de vreemdeling. Van God verlaten vanwege onze zonden. Daar werden niet wij, maar daar werd hij een melaatse. Als iemand zonder rechten verstoten, wiens aanblik bijna niet meer menselijk was. Daar werd hij gerekend tot de misdadigers, vanwege onze wandaden geëxecuteerd. En daar doortrok de rook en stank van onze zonden zijn verheven lichaam. Toen dat gebeurde, toen God ons zijn ultieme liefde voor ons liet zien, op dat moment zei de Heer Jezus, het is volbracht, tetelestai. De schuld is volkomen afbetaald. Verzoening door voldoening. Doordat Hij onze plaats heeft ingenomen, kunnen wij verzoend worden tot God. Ik sluit het eerste gedeelte af van ons vers, Johannes 19, vers 30, met een aantal versen uit Hebreeën 13, de versen 11 tot en met 13. En daar staat het volgende. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen,
werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten we dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Laten we nu gaan naar het tweede gedeelte van dit vers. De gehoorzaamheid van Jezus komt prachtig naar voren in dit tweede gedeelte. Hij boog het hoofd en hij gaf de geest. In beide handelingen, het hoofd buigen en de geest geven, klinkt een stuk onderdanigheid en een stuk gehoorzaamheid door. Wanneer je het hoofd buigt voor iemand, dan laat je zien dat diegene de meerdere is. Het was de missie van Jezus op aarde om de wil van Vader compleet te volbrengen. Zelfs al zou dat met pijn en lijden gepaard gaan. Johannes, die gebruikt werd door de Heilige Geest om dit evangelie te schrijven, hij wist van Jezus' gehoorzaamheid. In zijn evangelie vind je 5 schaduwen van Jezus' sterven. Nog voordat dit sterven heeft plaatsgevonden. En ik wil ze alle 5 aan je tonen. Ik ga er een vogelvlucht doorheen. Opnieuw plaatjes van het ultieme offer dat Jezus heeft gebracht. Het eerste plaatje wat Johannes schetst is Jezus als lam van God. De volgende dag zag Johannes de doper Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie, het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Jezus als het lam van God. Het tweede plaatje, Jezus als de tempel. Jezus antwoordde en zei tegen hen: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan: 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Johannes begreep dat Christus niet sprak over een tempel van steen, maar over zijn lichaam van vlees dat verbroken zou worden voor een ieder die in hem zou gaan geloven. De derde schaduw van Christus in het Johannes-evangelie. Jezus als de koperen slang. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes snapte dat Christus verhoogd moest worden aan een kruis, opdat ieder die in hem geloofde en op zijn werk vertrouwde, eeuwig leven zou hebben. De vierde schaduw, Jezus als de goede herder die zijn leven geeft voor de schapen. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht om het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Johannes wist dat het sterven van Jezus geen tragisch ongeluk zou zijn. Jezus was niet de verkeerde man op de verkeerde plaats, maar hij was de juiste man op de juiste plek. Zijn dood zou geen vergissing zijn, maar het gevolg van een hemelse afspraak. En dan het laatste beeld wat we zien in de Johannes-evangelie rond het sterven van Christus. Jezus als de tarwekorrel. Jezus antwoordde hun: het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen. Maar als hij sterft, dan draagt hij veel vrucht. Johannes begreep dat Christus die tarwekorrel zou zijn. Zonder zijn sterven, zonder het afbetalen van de schuld, zou er never nooit niet vrucht zijn. Dit moest gebeuren, zodat velen de vruchten ervan zouden mogen plukken. 5 plaatjes
van het sterven van Jezus in het Johannesevangelie. Het lam, de tempel, de koperen slang, de goede herder en de tarwekorrel. Allemaal vervuld. Allemaal volbracht. In complete gehoorzaamheid door onze Heer en onze Verlosser Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Zijn lijden volbracht, zijn taak volbracht, zijn woorden vervuld. Er kwam eens een jonge jongen naar een evangelist. En die evangelist die heette Alexander Wooten. En deze jongen kwam naar hem toe met een vraag. En die zei, meneer Wooten, wat moet ik doen om gered te worden? En Alexander Wooten schudde zijn hoofd en zei, jongen, daar is het te laat voor. En deze jongen raakte in paniek en hij zei, wilt u zeggen dat ik niet meer gered kan worden? En de evangelist zei opnieuw, daar is het te laat voor. Het is te laat om nog iets te doen om gered te worden. De schuld is namelijk al afbetaald. Het is al volbracht. En het enige wat jou nog rest, is vertrouwen en geloven in Christus. Deze drie woorden, het is volbracht, zijn ook doorslaggevend geweest in de bekering van een van de meest bekende en meest vruchtbare zendelingen die de kerkgeschiedenis ooit heeft gekend. In de bekering van James Hudson Taylor, die de China Inland Mission heeft opgericht en door wiens werk misschien wel miljoenen mensen in China tot de geloof en kennis van Christus zijn gekomen. Hij schrijft daarover het volgende in zijn biografie. En daar wil ik u een stukje uit voorlezen. Hudson Taylor is op dit moment wel kerkelijk, maar nog niet gelovig. En hij struint wat rond in een bibliotheek en hij vindt daar een traktaat. En terwijl hij dat traktaat vindt en daar aan het bladeren is, is er ongeveer zo'n 120 kilometer verderop zijn moeder aan het bidden voor zijn bekering. Ik lees u een stukje uit zijn biografie. Weinig vermoedde ik, zegt Hudson, wat er op die tijd omging in het hart van mijn moeder, 70 of 80 mijl van mij verwijderd. Zij stond die middag op van tafel met een intens verlangen naar de bekering van haar jongen en met het besef dat, weg van huis en met meer vrije tijd dan zij anders had, haar een bijzondere gelegenheid geboden werd om bij God voor mij te pleiten. Zij ging naar haar kamer en draaide de sleutel om in het slot, met het vaste voornemen die plaats niet meer te verlaten dan nadat haar gebeden verhoord waren. Uren achtereen pleitte mijn moeder voor mij, tot zij tenslotte niet langer kon bidden, maar gedwongen werd God te loven voor datgene waarvan de geest haar zei dat het al was volbracht, de bekering van haar enige zoon. Ondertussen was ik ertoe gebracht, zoals ik al zei, dat traktaatje op te nemen en onder het lezen werd ik getroffen door deze zinsnede, het volbrachte werk van Christus. De gedachte ging door me heen. Waarom gebruikte de schrijver die uitdrukking? Waarom zegt hij niet het verzoenend werk van Christus? Maar meteen schoten de woorden, het is volbracht, mij te binnen. Wat was er volbracht? En dadelijk gaf ik het antwoord. Een volledige en volmaakte verzoening en voldoening voor de zonde. De schuld werd betaald door de plaatsvervanger. Christus stierf voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld. Toen kwam de gedachte, als het hele werk volbracht werd en de hele schuld werd betaald, wat rest mij dan nog te doen? En hiermee daagde de vreugdevolle zekerheid, toen door de Heilige Geest het licht ontstoken werd in mijn ziel, dat er totaal niets meer te doen was dan op je knieën te vallen en deze redder en zijn redding aan te grijpen en hem hier voor eeuwigdurend te loven. En zo was ik, terwijl mijn moeder God loofde op haar knieën in haar kamer, in het oude kantoor waar ik mij had afgezonderd, om dat blaadje op mijn gemak te lezen. En ook ik loofde hem. Broers en zussen, hetzelfde geldt voor jou en voor mij. We kunnen niks meer betalen. We kunnen geen hoofdstuk meer schrijven. We kunnen geen openstaande rekening meer vereffenen. Geen noot meer op muziek zetten om ook maar iets toe te voegen. Christus heeft het allemaal al gedaan. Het is volbracht. Hij heeft het hoofd gebogen en hij heeft de geest gegeven. Gestorven voor eens en voor altijd. Geen ander offer is meer nodig. Gelukkig houdt het daar niet op.
We hebben al gelezen dat hij de macht had om zijn leven te geven. Maar hij had ook de macht van de Vader gekregen om het weer op te nemen. En hij heeft het gedaan. En daar staan we zondag met elkaar bij stil.